Berville. De 19.000 inwoners van het stadje wachten in alle rust op alles wat komen gaat op de dag van de officiële opening van de 16e Winterspelen. Een karavaan van 33.000 toeschouwers is onderweg naar Albertville. Begeleid door 8.000 politieagenten en militairen en door 1570 journalisten. Maar alles blijft rustig, vrolijk en ontspannen. En de grote rage viert hoogtij. Pins, speltjes. Verzamelen, weet ook deze Hollander, al aanwezig voor morgen als het schaatsen begint. En alle anderen in Albertville. Speltjes, altijd maar speltjes. En dan onderweg naar het stadion. Het passeren van winkeltjes. Onder de heerlijke zon. Op weg naar dan toch iets wat op chaos lijkt. Een file, een heuse file in Albertville. En dus een lichte vorm van paniek. Komen we wel op tijd, komen we niet op tijd. Vele, vele toeristen moesten met bussen vervoerd worden en moesten hun auto tot ver buiten de stadsgrens van Albertville parkeren. Maar alles verliep toch ordentelijk. Verwachtingsvol. Ook op de schaatsbaan een gespannen gevoel van verwachting. Is het ijs wel of niet goed? Er wordt nog van alles gedaan, terwijl op honderden meters afstand de openingsceremonie wordt voorbereid, is men hier bezig om het ijs opnieuw te prepareren. En men is klaar voor de start. Bijna klaar. Even voor 4:30 vanmiddag, de Nederlandse afvaardiging tijdens deze spelen maakt zich op voor het défilé met vlaggenzwaaier Leo Visser in een hele goede stemming. Maar wat licht eigenlijk. Maar wel leuk. Moet lukken. En het zou lukken. Met de Hollandse afvaardiging in zijn rug is Leo Visser de baas van een vrolijk gezelschap. Hier de Nederlandse shorttrackploeg. U zag even Sandra Voeteling. Egbert van der Oever. Lintje Ritsma. Valko Zandstra. En daar zijn ze allemaal, voor zover ze aanwezig mochten en konden zijn. Tijdens de opening van de 16e Winterspelen. En dan, achter Nieuw-Zeeland, stappen ze het stadion binnen. They're honest and brave, more than fair weather friends. We wish them the best, the dear Netherlands. Het beste wordt ze toegewenst.